De vernieuwingsbeweging Surinaamse Politiebond onder leiding van Raoul Hellings heeft de bestuursverkiezingen van de politiebond groots gewonnen. Maar liefst 60% van de stemmen ging naar de vernieuwingsbeweging. Leden van de politiebond mochten gisteren tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds naar de stembus om een nieuw bestuur te kiezen. Er zijn in totaal 1524 stemmen uitgebracht. Het kandidaatbestuur Hellings kreeg 897 stemmen, Oscar ter Borg 262, Humphrey Naarden 148, Frederik Boldewijn 100, George Ranjit Singh 98 en Lothar Biervliet 10. Vanaf het begin van de telling was het duidelijk dat de groep Hellings meer stemmen zou halen dan de andere kandidaatbesturen. Na hun overwinning trok de groep zich terug in gebed, waarna de winst groots werd gevierd. De groep heeft zich een hele tijd ingezet voor nieuwe verkiezingen. Tijdens de campagneperiode is er ook flink lobbywerk verricht. De winst smaakt daarom extra goed, zegt de vernieuwingsbeweging.